Het is vrijdag 12 juli. Dit is Drenthe Nu met vanavond. Het doek valt voor de profwedstrijd van de Ronde van Drenthe. Kort geding over weghalen Exmoor-ponies op het Ekingerzand. En campagne moet boekweit weer laten opbloeien. En met veel regen en bewolking was het vandaag een graad of 15. Deze paarden in Wijster leken zich niets van al die nattigheid aan te trekken. En of er na regen zonneschijn komt, dat vertelt Aaldert ons zo. Goedenavond. De Ronde van Drenthe stopt in wedstrijdvorm. De toertocht voor hobbywielrenners blijft wel bestaan en wordt verder uitgebouwd. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het doet pijn. Heel erg veel pijn. En op het ogenblik, nu we hier staan, ben je er eigenlijk niet helemaal bij. Sinds 1960 werd de wedstrijd georganiseerd in Drenthe. Eerst door vader Albert Achteres en in de jaren 90 nam dochter Femi van Issem het werk over. Maar nu stopt het toch echt. Er zijn heel wat redenen voor. Geen politiebegeleiding meer. De stikstof, de wetgeving, de centjes. Van alles zit er eigenlijk zit ons tegen op dit moment. De afgelopen jaren heeft de provincie subsidie verleend aan het wielerevenement, maar de geldkraan gaat dicht. Ja, structurele subsidie geven we het voor evenementen niet. Dus we moeten elk jaar kijken hoe gaan we het doen. En we hebben goed met elkaar over gesproken. Uiteindelijk hebben ze zelf de beslissing genomen. En in die zin denk ik dat financiën een aspect is. Maar er waren nog veel meer zaken en redenen om te zeggen met elkaar, nou, dit is mooi, maar we verleggen nu de koers. Het evenement verdwijnt niet helemaal. De toertocht voor de liefhebbers wordt verder uitgebouwd. Het geld dat wordt ingezameld gaat naar goede doelen. Bijvoorbeeld Drentse ziekenhuizen. We blijven gewoon, blijft de Ronde van Drenthe bestaan. Het is gewoon de Ronde van Drenthe. Die is ook vastgelegd. We gaan door tot het niet meer kan. En stoppen als voorzitter? Nee. Nooit. Mijn vader heeft het met paplepelen bij mij ingegooid. Je moet nooit achterom kijken, maar vooruit, zei mijn vader. En dat proberen we te doen. Wethouder Jurrit Vellinga van Leefbaar Tinaarlo heeft er nauwernood een motie van wantrouwen overleefd. Met 13 stemmen tegen die motie en 10 voor blijft Vellinga op zijn post als bestuurder. De wethouder kreeg de motie van wantrouwen aan zijn broek vanwege uitspraken over collega-politici. Die deed hij in een vergadering waar een audiofragment van uitlekte. Vellinga noemt Richard Elkema van Tinaarlo nu daarop een gevaarlijk mannetje en die Jezus. Vellinga heeft nog niet gereageerd. Ali B. is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... voor verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heilo en poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme uit Rode. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar geëist tegen de 42-jarige rapper, die van 2 aanrandingen is vrijgesproken. De indruk die de verdachte bij de rechtbank heeft achtergelaten is die van een tamelijk dwingend persoon. Iemand die geen nee accepteert, weinig inlevingsvermogen in anderen toont en uitgaat van zijn eigen visie op zaken. Ali B. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Drentse paardenhouders eisten in een kort geding in de rechtbank in Assen dat Staatsbosbeheer een kudde Exmoor-ponies verwijdert van het Ekingerzand. Ze vinden dat ze worden gevoerd aan de wolven in het Drents-Friese Wold. Staatsbosbeheer geeft aan dat in andere wolvengebieden ook Exmoor staan en dat het daar wel goed gaat. Vorige maand verdwenen 3 veulens van een kudde Exmoor-ponies van het Ekingerzand. Ze zijn mogelijk gepakt door een wolf. Van 1 werden de resten teruggevonden en DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolf gaat. Drentse paardenhouders die vrezen dat de wolf hun dieren gaat aanvallen. En daarom eisen ze nu in de rechtbank dat de ponies worden verwijderd. Wij doen het allemaal alleen maar om de boel te beschermen. Ik zit niet te wachten van dat ik hier volgend jaar kom en zeg, nou, ik heb er 3, het zijn er gepakt, dit zijn de cijfers, daar heb ik niks aan. Ik ben een paardenman in mijn hart en ik zit hier voor mijn eigen. Staatsbosbeheer voert aan dat de situatie op het Ekingerzand niet uniek is en dat het elders wel goed gaat. Exmoor-ponies grazen namelijk in veel gebieden in Nederland, waaronder ook in het Drents-Friese Vochtelaarveen, het Friese Bakkerveen en het Friese Dellenboester Heide. Die gebieden liggen in een cirkel van 15 kilometer rond het Ekingerzand en ook in het leefgebied van het Drents-Friese wolvenroedel.
De rechter was kritisch over het bewijs dat wolven verantwoordelijk zijn voor de verdwenen veulens. Ze wees erop dat in de cijfers niet is terug te zien dat er meer paarden of ponies worden gepakt sinds de Exmoor-ponies op het Ekingenzand grazen. Ik snap wel dat die mevrouw de rechter graag cijfers wil zien, maar als wij hier met cijfers komen, dan is het te laat. Dan zijn ze op. Jaap Mekel, de eigenaar van de ponies, die geeft aan te maken te hebben gehad met doodsbedreigingen nadat de Drentse paardenhouders een protestactie hadden gehouden. Ja, een kogel door die rotkop van je, hè, dergelijke teksten. We pakken je, we zullen je hebben. Mekel heeft daarvan geen aangifte gedaan. Die brief is handgeschreven, hij is door de PTT bezorgd. Ja, anders dan op de televisie regelmatig is. Ik geloof niet dat het haalbaar is voor de politie om de dader te achterhalen, de schrijver. De rechter doet uiterlijk 9 augustus uitspraak. Wie ze te zien gaan krijgen is nog niet bekend, maar dat lijkt bezoekers van het Stadsfestival in Hoogeveen helemaal niet uit te maken. De editie van dit jaar is net achter de rug, maar die van volgend jaar is inmiddels al helemaal uitverkocht. Binnen een half uur vlogen de 11.000 kaarten gisteravond de deur uit. De organisatie laat weten sprakeloos te zijn. 3 bedrijven in onze provincie mogen hopen op de titel Drentse onderneming van het jaar 2024. Stefas Techniek in Bijlen, Paviljoen Nijstad in Hoogeveen en B-Tech, ook in Hoogeveen, zijn door een jury geselecteerd voor de finale van de verkiezing. Op 14 november wordt de Drentse winnaar bekendgemaakt. Op de begraafplaats in Rode is een witte anjerperk geopend. De witte anjer staat symbool voor veteranen en bloeit eind juni tijdens de Nederlandse Veteranendag. Maar er is ook aan de andere maanden van het jaar gedacht. Naast de witte anjers die niet het hulje opleiden, wil je eigenlijk ook proberen om het zo lang mogelijk wit te hebben. Het gaat ook specifiek om de kleur wit. Dus er worden nog in Nooier bolletjes in de grond zet, zodat er ook krokussen en wellicht ook witte tulpen staan. Er zijn witte anemonen bijzet. In V-vorm kun je ook zien voor vrijheid en vrede. Maar de V is hier echt voor veteraan. Ja. Ook wit is dit plantje. Boekweit. En het is terug van weg geweest. Tot begin 1900 werd het veel gegeten in Nederland. Maar in de loop der jaren verdween het plantje. De Natuur- en Milieufederatie Drenthe stimuleert de terugkeer met een campagne, de boekweitproeftuin. Want boekweit moet weer opbloeien. Wat opvallend is aan boekweit is echt dat het zo verschrikkelijk lang bloeit. Volgens mij bloeit het wel 2 maanden. En al die tijd dat die boekweit bloeit, is er nectar te halen voor vlinders, voor bijen, voor andere insecten. Hij groeit heel snel, dus die onkruidbestrijding ben je eigenlijk niet nodig. Je kunt hem een keer eggen, maar hij overwintert heel vaak wel. Dit voorjaar was een beetje lastig, omdat van voorjaar koud en nat was. Maar hij kunt zien, hij overwintert wel. En boekweit gedijt juist goed op Drentse gronden. Zandgronden zijn meestal arm. Dus met weinig mest en vooral in deze tijd waar allemaal problemen stikstof zijn, heeft boekweit niet. En een andere reden is dat boekweit heel makkelijk te telen is zonder dat je bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het is een hele schone teelt en dat is in ieder geval ook winst. Helemaal top. Als Natuur- en Milieufederatie willen we boeren die stappen zetten richting duurzame landbouw, bijvoorbeeld door boekweit telen, ondersteunen. Door daarover te communiceren, inwoners erin mee te nemen en hen te laten zien wat die boeren doen. Kijk, dit zijn de boekweitkorrels, zoals wij het oosten. Maar wil je witmeel, dan moet je hem eerst pellen. Een boekweitkorrel, hier zie je ook één. Kijk, daar is de pel vanaf en dan zie je het binnenste, waar dan ook het meel is. Dus wat dan eetbaar is. En dan is er natuurlijk ook de mogelijkheid om het te proeven. Boekweit hoort in een pannenkoek. In elke pannenkoek, ik gebruik altijd zo'n 15-20% boekweit, liefst van Nederlandse velden. Dat kan niet altijd, maar ik streef er wel naar. Ik denk dat het niet lang zal duren voordat we echt alle boekweit uit Nederland kunnen betrekken. Zeer goed. Ja. Dan moet ik zeggen dat ik ze zelf ook wel eens maak. En dat ik daarom een beetje geïnteresseerd ben in boekweit. Maar het is erg lekker. Ik eet nu al een tijdje glutenvrij vanwege mijn gezondheid. En dan ga je zoeken naar alternatieve vormen voor tarwe en graansoorten. En boekweit is een gewas, dus geen graansoort, die ik heb ontdekt. En ik had het gewas nog nooit zien groeien. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij hier naartoe zijn gegaan. S'morgens is de dag een mooiste, zegt ze wel eens. Nou giet dat niet altijd op, maar
vanmorgen wel degelijk. Heb je nog zien, de zon? Maar ja, ook wij ontkwamen vanmiddag niet aan smakkenwater. Maar die nattigheid die trekt allemaal naar het noorden voort. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog, op een enkel klein buigje hierna. Er zit ook maar weinig wind uit het westen en de temperatuur zakt naar zo'n 10, 11 graden. Morgen, de zaterdag, is ook niet een julidag zoals wij die normaal gesproken in gedachten hebben. Het is morgen bewolkt, de zonkroeg hoegenaamd niet te zien. De temperatuur is maar zo'n 19, 20 graden. Er zit nog een stevige westenwind en er valt een stuk of wat buiten. En het mooie van buiten is, tussen de buiten is het al iets in droog. Zondag is een beetje een tussendag. Links van ons nog wat lege druk, rechts al een beetje hoge druk. De kans op zon is al een klein beetje groter, maar ja, toch nog wel een bui en ook dan zo'n 20 graden. Maandag, dan komt er zo ineens wat warme lucht van de zuidoostelijke kant op. Ja, daar hebben we al vaker mee gemaakt de afgelopen weken. Zo ineens zit er zo'n dag tussen. Nou, maandag dus. 24 graden overdag met flink wat zon. Ja, dan moet je s'avonds weer bekopen met een stuk of wat buiten. En dinsdag en woensdag, ach, al met al een beetje gemorrig zomerweer. 22, 23 graden. Daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Ook gezien de tijd van het jaar niet. Ja, tot die tijd super wijd waar ik ben. Ja, het is gelukt. Dit was Drenthe Nu voor vandaag. Op rtvdrenthe.nl en in de app gaan we 24 uur per dag door. Lees daar bijvoorbeeld dat Assen volgend jaar de portemonnee trekt voor de jubileumeditie van de TT. Voor nu, goed weekend. Graag tot morgen.